Ik ben Menno Ammelaan, werkzaam op Ammelaan Grond en Herencultuur. Wat ons bewogen heeft om naar Aardwarm toe te gaan, is eigenlijk dat we 1,5 jaar geleden, dan gingen de gasprijzen dusdanig ver omhoog, dat we zeggen, dus we moeten naar een andere energiebron gaan zoeken om te kijken om de tuinbouw nog rendabel te kunnen maken. Het is eigenlijk gebaseerd eigenlijk om de stromen die onderwaarts plaatsvindt, is de verwachting dat het na 30 jaar hetzelfde water weer omhoog gepompt gaat worden. Maar dat het dan ondertussen opgewarmd is en dat er misschien een heel klein verschil met een paar tiende graad aanwezig kan zijn. Het aardwarmteproject is heel speciaal. Het cluster voorziet warmte bij meerdere partijen, zoals de zwembad, de school en de sporthal. Dus het is een hartstikke mooi project. Nou, er zijn een aantal projecten in onze gemeente waar we daar voor gaan, bedrijventerreinen. Maar als je dus zo'n project als Ammelaan krijgt, ja, dat is natuurlijk ook, past ook heel goed in het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, namelijk het terugdringen van CO2.